admiraal voor de tsaar. Lodewijk van Heijden, van 1773 tot 1850, woonde op de havenzaten Laarwoud in Zuid-Oorden. Hij was nog maar 9 jaar toen een kadet bij de Hollandse marine. Hij kreeg les over de zeevaart en was een goede leerling. Al op zestienjarige leeftijd werd hij luitenant ter zee. En hij moest al op jonge leeftijd een heleboel reizen naar het Boetenland. In 1794 kwam er een einde aan zijn Hollandse loopbaan als zeevader. Lodewijk was een aanhanger van het Oranjehuis, net als zijn pap. Op 8 januari 1794 hielp de stadholder Willem V. hem te ontsnappen naar Engeland. Toen de terug kwam in Holland, wou Lodewijk de de nieuwe Franse bazen opsluiten in de gevangenpoort in Den Haag. Twee maanden later kwam hij weer vrij. Nog maar 22 jaar en dan al aan eende einde aan zijn loopbaan als zeeofficier? In dit verhaal heur je de zeevaartgeschiedenis van de Drents, die de hoogste baasvuur van de grote Russische vloot. Deel 1, 1782, zuid -Laden. Lodewijk, waar ben je? Lodewijk, Lodewijk! Man van Heiden loopt de lange gangdeur op zoek naar haar zoon. Als ze de bibliotheek in dan zet ze zeun. Waarom zeg je niks als je roept? Wat ben je aan het doen? Zeun liefst stiet voor de spiegel en bekukt zichzelf. Hij leapt naar een groot schilderij, hij kijkt even en hij zegt dan: Ik lieg helemaal niet op opa. Kijk maar, hij heeft een veel grotere neus en die ogen van hem die liegt ook helemaal niet op minde. Afgeleefd is soms niet dat je van Heiden bent, vraagt zijn mam lachend. Maar uh, je staat bij het verkeerde portret. Loop maar eens in met. Dan zal ik je zien laten hoe opa van Heiden Reindestein eruit zag. En zijn mam pakt Lodewijk bij de hand. En samen loopt ze naar de deftige trap. Na een paar treden was Lodewijk zijn mam... Naar een van de veule portretten die door aan de muur hangt. Kijk, zegt ze, dat is opa Louis Sigismund van Heijn. Hij lijkt op ons pap, zegt Lodewijk. Ja, jong, en jij springt op jouw pap. Je bent een echte van Heijn. Geloof dat nou maar! Maar uh, wij moeten aanmaken. Want wij gaan samen je koffer inpakken. Koffer inpakken? Gaan we op reis dan? vraagt Lodewijk verbaasd. Niet wij, maar jij gaat op reis. Ben je vergeten dat het vandaag 6 juni is? Ik ga naar Den Haag. Eem denkt Lodewijk, na. Nou, 6 juni? Den Haag? Zie Mam zet. Dat het de wenkbrauwen fronst en denk rimpels in zijn voorhoofd krijgt. Ik zal je u de dreum helpen. Jij gaat naar Den Haag. Jij bent een van de weinige jongens die begun mag met de opleiding bij de Hollandse Marine. Oh ja, nou ben ik het weer, riep Lodewijk. Fantastisch, oh geweldig! Lodewijk lupt veur zijn man aan de trap op. Ik ga de wereldzeeën bevaren op schepen met kanonnen. En ik ga vechten met zeerovers. Ik zal ze wel iets wat zien laten. Ho, 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 zegt zijn man: je zult het eerst allemaal leren moeten. Maar ach, dat zal toch wel goed komen. Een paar uur later zit de koets klaar. Lodewijk lept samen met zijn pap enthousiast de sting trap af en giet in het riettuig zitten. Een bediende draagt zijn koffer en legt alle bagage in de koets. Een toerie later geeft de koetsier de peer een teken dat ze in beweging komen. Mag. Lodewijk voelt de schok als de koets voor u begint te rijden en hij kijk wat verdrietig als ze over de brug voor het hoes heen rijdt. Hij steekt zijn kop naar boeten en hij zwaait naar zijn man. Die bij de veurdeur stiet. Ik vind het wel wat spannender. Dat begreep ik best, jong. Maar maak je geen zorgen. De officieren in Den Haag, die zult je alles leren wat er maar te leren valt. En die kunt er wat van heuren, die officieren. Neem admiraal van Kinsbergen. Die heeft zelfs al varen voor de Russische tsaar en die heeft de bijnaam Held van de Zwarte Zee. Held van de Zwarte Zee? Vroeg Lodewijk. Admiraal van Kinsbarken, die heeft op de Zwarte Zee in Rusland varen. En hij heeft daar vechten tegen een vloot van Turkse boten. De schepen van de admiraal die waren niet te verslaan. En de Russische tsaar, die was slim blede met de admiraal. En daarom hebben we die eretitel gekregen, zegt Simpap. Hmm, admiraal van de tsaar, dat is wel een hele grote eer, zegt Lodewijk. Wist en zeker, jong. Doe maar goed je best en lichtkaars word je dan ook ooit eenmaal admiraal van de tsaar. Maar dat duurt nog heel lang. Je moet geduld hebben, want je bent nog maar negen jaar, zegt Lodewijk zijn pap rustig. Goed, pap. Ik beloof je dat ik mijn best doen zou. Deel 2, 1794, Den Haag Ineens zwaait de deur van de cellers en kijkt Lodewijk in het gezicht van een oude bekende. Het is Jan Overt Vaillant. Admiraal Vajant, rupt Lodewijk verbaasd. Wat kom je hier doen? Vajant lep op Lodewijk aan en slaat de arms om hem heen. Ik kom je halen. Lodewijk kijkt verwonderd. Halen? Ik bedoel dat ik vrij ben? Ja, antwoordt Admiraal Vajant. Ik heb met de frase officier Pichet Groe gepraat. Hij neemt het je kwalijk dat de stadholder hulp met om te vluchten, maar hij vindt het toch goed dat hij vrijkomt. Hier, hij een brief, waar alles insteed. Lodewijk pakt de brief aan. ziet oom over de regels. Dan valt het papier weer op en hij zegt: Het stiet er echt, ze laat mij vrij. God zij dank, die twee maand in dit smidige hok, je hebt mij lang genoeg geduurd. De admiraal probeert zijn blitschap een beetje te tempen. De Franse officier heeft wel als eis stelt dat je nooit meer op een schip van de Hollandse Admiraliteit vaart. Nou, die belofte die wil ik geen doen, antwoordt Lodewijk. Ak hier maar voort kan. Goed, zegt Vijand. Pak je gerak bij elkaar, dan kun je direct met mijn met. Buiten stiet een koets te wachten. Lodewijk pakt wat kleren en zijn en deed die gauw in een put. En Samen met Vijand lep hij naar de wachtofficier. Als een paar papieren ondertekend heeft, stiet Lodewijk even later weer op het buitenhof in Den Haag. Hij moet wel ben aan het felle daglocht, maar hij haalt eens diep adem. Frisse locht en wind in de hoorn. Och, wat heb ik dat mist? Wat kan ik je brengen? vraagt Jan Vajant. Och, dat ik achil nog niet over nagedacht, antwoordt Lodewijk. De admiraal vernimt wel dat Lodewijk twijfelt en komt met een voorstel. Het is een lange reis, maar uh, zal ik met je metgaan gaan naar je pap en mam op Labout? Dan heb ik mooi de tijd om eens te praten over het plan wat ik heb. Lodewijk denkt er een over na. Maar hij weet niks beters. Laat we dat maar doen. Vijand maakt de koetsier duidelijk dat hij het ritug in kan. En met zijn beiden zitten ze hem later in de koets. Goed, Lodewijk. We hebben samen varen op zee, Witvoort. Jij je was nog maar zuinig aan 16 jaar toen je al als officier met mij met ging. Je hebt laten zien dat je zeebien hebt. Nou, de Vrazen in Nederland de baas ben, snap je wel dat ik nooit weer het bevel over een Holland schip voeren zal. Daarom heb ik me in de kop gezet om naar Rusland te gaan. Daar zoek officier voor de zeevaart. Heb jij zin om met mij mee te gaan? De kop van Lodewijk laat alleen maar verbazing zien. Hij heeft ook als schattelief zo groot. Admiraal, dan vraag je mij wat. Naar Rusland? Wil ze mij daar wel hebben? Ik ben nog maar 22 jaar. En moet ik al mijn familie dan achterlaten? Ho ho ho, je stelt wel heel wat vragen tegelijk. Je hoeft alleen maar te zeggen waar je met wilt. Je kunt beginnen als kapitein-luitenant bij de Russische vloot. De eerste paar jaar vaar voor je vooral op de Zwarte Zee. Lodewijk trekt diepe denkrimpels en vraagt, hoe weet hij dat allemaal zo zeker? De admiraal begint wat geheimzinnig te lachen. Ja, zeggen, dat is nou het geheim van de admiraal. Lodewijk, die met het allemaal is, in rustig op de regen zetten. Hij kijkt uit het raam. Hij zet het landschap aan zich voorbij gaan. Laans, laans en nog iets laans. Geen zee te zien. Opeens kijkt de admiraal aan en hij zegt: Ik mis het water. Ik mis de wind. Ik mis de zeilen. Wat mij aangiet, de gaan we. Mijn papa en mam die zult mijn besluit vast wel begrijpen. Blieden slot admiraal van Jant hem op de schouders. Mooi, dat is wat ik geen heur. Koetsier, eerst op Zuid-Laden dan en dan naar Sint-Petersburg. Lodewijk lacht. Laat nou eerst maar naar mijn ouders gaan en dan zien we daarna wel weer. Verder. Twee opgewekte zeelui rieden naar Haverzaten-Lawoud in zuid -Laden. Deel 3. 1827, Navarino, Bilos, Griekenland. Lodewijk is slim onder de indruk van het paleis. Prachtig marmer, mooie kroonluchters en schitterende schilderijden. Hij lijkt wel een biddy op een klein kind in een winkel vol slik. Admiraal Zayavin tikt hem op zijn arm. De tsaar heeft lichtkaas een opdracht voor ons. Laat mij het woord maar doen, want ik ben de hoogste in rang. Een later worden de beide mannen nu opgehaald door een bediende in rokkostuum. Met een van zijn handen geven ze een teken dat ze hun volgen moet. Hij doet twee zware deuren los en dan start ze in een groot vertrek. Lodewijk zet het zarige beugel over een grote zeekast staan en hij kijkt omhoog als ze de bediende en de gasten aankomen, hoort de bediende. Blijft staan, maakt een buiging en zegt: Hoogheid, admiraal Zejevin en vice-admiraal Login Geiden. Lodewijk kan zijn lachen maar zoenen gaan inhalen, want nog heel wat jaren in Rusland is er nog al niet wend aan zijn Russische naam. De beide zeeofficieren staat keurig in de holding als het tsa begint te praten. Mannen, ik heb je hulp nodig bij Navarino. De tsa loopt naar een kaart en west de plaats aan. Lodewijk zegt dat het een Griekse handplaats is. Bij Navarino ligt een vloot van Turkse en Egyptische schepen. En ze wil de Grieken dwars zitten en de toegang naar de Zwarte Zee afsluiten. En daar ben ik het helemaal niet met eens, en ik eis dat ze bij Navarino voortgaat. Je krijgt een vloot van negen linieschepen en zeven fregatten. Ze dus hebt tot 20 oktober bedenkt iets van mij kregen. dan met de ham weer vrijweiden. En Je hoeft er trouwens niet alleen op te knappen. Wij werken samen met de Engelse en Franse schepen. Vice-admiraal Codrington uit Engeland is de bevelvoerder. Admiraal Zeeëvind bekijkt de kaart nog eens eenmaal en ik knikt dan. Als de tsaal Lodewijk aankijkt, knikt Lodewijk ook om aan te geven dat het verhaal begrepen heeft. Dan wens ik je beiden veel succes bij deze operatie. De bediende zal je er weer uitlaten. Na nou een België van de tsaar komt de bediende er een later weer aan om de beide zeeofficieren naar boeten te leiden. Een paar weken later wappert de admiraalsvlag van Lodewijk van Heiden op het linieschip Azov en dat in de haven van Portsmouth. Samen met de Engelse schepen gaat de Russen binnenkort op Navarino aan. Voordat ze voorgaat. Met Lodewijk nog wat bepraten met de Engelse bevelhebber, vice-admiraal Cuddington. Met een sloep laat de zucht er hem brengen. Als ze bij Cuddington aan boord is, buigt ze zich met zijn beiden over de kaartentafel en zegt de Engelsman: Wij moeten hem denken dat de vloot van de Turken en de Egyptenaren lichtkaas in een hoefieze verm vorm in de haam ligt. Wij. Heb de nadrukkelijke opdracht hem niet te schieten. Alleen als ZIE de kanonnen gebroekt, dan mogen wij ook schieten. De tsaar wil onze schepen alleen maar gebruiken om af te schrikken. Onze schepen zult veur En zo gauw als wij voor anker ligt, zal een van onze afgezanten met een sloep naar de tegenstander gaan en onze eisen nog eenmaal duidelijk maken. Ze moet die ham gewoon verlaten? De opdrachten en de afspraken liek mij duidelijk, zegt Lodewijk. De beide mannen schudden elkaar de hand en drinken nog wat op de goede afloop. Een uur die later stapt Lodewijk weer in zijn sloep en laten ze zich weer om naar de Azov brengen. Op 20 oktober 1827, zo tien middaguur, komt de Britse Fraze. En Russische schepen bij de haven van Navarino aan. Ze gaat veranker en het vlaggenschip van vice-admiraal Caddington laat een sloep in het water zakken. Een afgezant vaart met naar de bevelhebber van de Turkse en Egyptische schepen om daar een brief af te geven. Deel 4 1827 in een van de straten van Navarino. Stavros rent hard naar het huis van zijn kamerad Dimitro. Hij boomt op de deur en rret: Dimitro, doe de deur los, kom op, ga met naar de haven. Er bent een heleboel schepen. Dimitro komt te vuurschijn. Wat is er wel niet aan de haan vragen? Waarom doe je zo druk? Kom nou met. Er ligt een heleboel schepen in de haven. Ik zie allemaal verschillende vlaggen in de toppen van de massen wappen. Volgens mij, hè, gaat er wat gebeuren. Nou, dat laat Dimitro zich geen tweede mal zeggen. Mam, ik ga met Stavros naar de haven, We gaan boten kijken. En zie, Mam, die krijgt de kaas niet om wat te zeggen, want Dimitro die de deur al uit. Samen rent ze door de smalle straat naar de haven. Als ze bij de Kanemuur bent, heb ze een geweldig uitzicht over de haven. Oh, wat een schepen, bent er! En ziet hebben allemaal kanonnen! Dimitro, die kijkt zich de oom uit. Oh, Stavros, je hebt helemaal geliek! Wat een boel schepen! Ken je al die vlaggen? Nee. Ik weet alleen dat die schepen die daar in een halve cirkel ligt van de Turkse sultan bent. Die ligt hier al meer als een week. Die andere boten, die binden sinds van. Stavros krijgt geen gelegenheid zijn zin af te maken. Dat klinkt een geweldige dreun. Stavros, die dekt de kop in. Zie me goed te schieten. Die beide jongens duwt voort achter de kadermuur. Na een paar minuten kunt ze niet langer wachten en kijkt ze voorzichtig over de raad. En ze ziet grote rookwolken. Een van de schepen stiet in brand. Stavros, moet je door eens kieten? Een van die vreemde schepen die giet de haan in. Die vaart dwars door de linie. Van Nijs moet Stavros en Dimitro achter de kade meer een deel doen. Het lekt wel alsof er een geweldig vuurwerk afgestoken wordt. Wat een dreun, bent te En weer kijkt Stavros voorzichtig over de kademuur en zegt dan... Kijk nou toch, Door zingt een paar schepen En door rechts nog een. En daar, dat hele grote schip zit helemaal in brand. Oh, wat een rookwolken. Stavros. Zegt Dimitro. Ik ga naar huis. Oesmam is vast slim ongerust. En dan hoort ze een stem: Stavros, Stavros, waar zit hij? Oh, door hij uw mama al, zegt Dimitro. Als, als die jongen zit, komt ze haat op haar afrennen. En ze pakt de beide knapen vast en drukt ze stief tegen zich aan. Jongens, nou toch? Dat is je veel te gevaarlijk. Je gaat met hen hoes. Maar Stavros Siman is toch ook wel nieuwsgierig en kijkt in de richting van de schepen. En ziet dat een van de grootste boten overziet aan zaken is. En van ijs klinkt een zware kanonschoten. Dan druk ze de beide jongens voor zich goed. In die dat ze dat zegt: Op hoes aan. En hou Biddy. Dit is geen plek voor jongens. Vier uur na de eerste knal keert de rust terug in de haven. De schepen die nacht te zien bent, die hebben zowat allemaal de Engelse, Frazen of Russische vlag in top. De meeste Turkse en Egyptische schepen bent zinken. Deel 5, 1832, Zuidladen. Nee, broer, ik verveel mij hier dood. Ik heb altijd gezegd dat ik naar Holland weer een wil. Wanneer ook nou ik ben en mijn zee is niet groter dan Südlouden meer, moet ik gewoon weer fort. Ik ga weer naar Rusland, waar ik zo weer aan het werk kan gaan. Lodewijk slaat de arms om zijn broer, heen, pakt zijn koffer en stapt in de koets. En dit mag niet als de negenjarige Lodewijk. Die alles over de zeevaart nog leerde, maar als de belangrijkste admiraal van de Russische vloot.